Gewoon over. Welkom Ruud Kuijn van Syllable. Jij de Syllable Developer Newsletter. En je bent hier aanwezig op de Syllable Conferentie 2007. Jij gaat ons wat laten zien. Ik ga wel laten zien, inderdaad. Ik ga in ieder geval laten zien dat Syllable altijd heel goed opstaat. Oké. En ik wil laten zien wat er mogelijk is voor Syllable Developer News. Ik heb het als PDF bewaard, want ik vind dat het het beste formaat is waarmee je kunt werken. Je kunt het namelijk altijd doormailen naar iemand. Je kunt het altijd printen. Het is heel handzaam formaat. Het is klein. En het is heel goed mogelijk dat, dat iedereen het gebruiken kan. En daarom heb ik het als PDF bewaard. Het is mogelijk om er HTML van te maken, maar dat weet ik dus niet hoe dat werkt. Dus als er nog mensen zijn... Ja, dat is mijn, mijn vraag ook inderdaad. Meld je aan. Meld je aan als je PDF's kunt converteren naar HTML. Ja. Dan graag. Ja, maar je hebt toch nog wel een bronbestand, zou ik maar zeggen? Is PDF het bronbestand? Nee, dat is niet het bronbestand. Okay. Maar ik maak het op in een opmaakprogramma waar Syllable niets mee kan. Okay, ja. Ik kom uit de grafische wereld. Okay. Kijk, je zag het. Heeft iemand het gemist? Nee, niemand heeft het gemist. Kan ik even kijken? Zal ik even dichtbij er gaan staan? Of, ik ga even zo. Inzoomen. Aanzetten. Juist. Die zit er. Dus een stukje in. Oké, dan gaan we nog even. Nou, kom op. Ik moet wel lukken zijn. Oh, wacht, pas op, ja. Wat was passiert? Nee. Die stik die kan ja, dat is soms een beetje vaak. Daar is hij, gelukkig. Even dat ik zielig werd. Oké, daar is hij al. Daarin heb ik het SDN magazine neergezet. En een van deze magazines ga ik openen. En ik neem deze. Openen met XPDF. Het nieuwe logo van Syllable met een nieuwe voorkant van het magazine. Zo zou ik het er graag uit willen laten zien. Deze gezichten zijn nu icoontjes die uiteraard gezichten zouden moeten worden. Met een melding van wie wat gaat zeggen, wie wat te vertellen heeft. Ik heb hier Vanders, Kai, Jonas, Bas en Fleming in verwerkt. Dat leek me het leukst om daar... mee te beginnen, gewoon omdat het hele herkenbare mensen zijn, vooral Flem. Dit is hoe het eruit zou komen zien, kunnen komen zien. Ik heb het ook gestuurd naar Christian van der Vliet. En die was er wel over te spreken, over de opmaak. Ik laat het even zien. Zo ongeveer gaat het opgemaakt worden. Kolommetje of drie naast elkaar, of twee. Wat de wens is. Syllable logo, pagina, cijfers erin. En het kan gewoon geprint worden. Naar believen. Ik weet zelf dat het, heel veel mensen het heel prettig vinden om het geprinte bestand in de handen te houden. Zo ziet het er op 100% uit. Welkomstwoordje van Kai, maar het zou natuurlijk een hele andere tekst kunnen zijn die we willen. Eventueel updates en plannen die gemaakt zouden kunnen worden en besproken door een van de ontwerpers, ontwikkelaars. En dit is globaal waar het op neer gaat komen. En dit is gewoon te openen met XPDF, het programma wat al helemaal klaar is voor Syllable. En dat is ook een beetje de reden waarom ik gekozen heb voor PDF formaten. En nogmaals, ik ben nog niet zo bekend met het HTML gebeuren. Kai de Vos die gaat waarschijnlijk iets bespreken over allerlei enge codes waar ik als designer helemaal niets mee kan. Ik heb ook oude tekst getrokken uit een oude Syllable Developer News, zodat het ergens op lijkt.
en Rick waarschijnlijk een driver bespreken gaat. Nou ja. Oh, how to burn a CD. Ja. Is dat om je eigen syllable CD te branden? Of? Ja hoor, nou, het is eigenlijk de opzet geweest van een magazine en de uitnodiging om mensen te laten branden, een CD dus, te laten branden van het besturingssysteem syllable. Zodat je meteen kunt installeren. En hierin moet natuurlijk worden besproken hoe kinderlijk eenvoudig heel syllable is, gebruikersvriendelijk en dergelijke. Nou, iemand die nooit terugkijkt wat hij doet, maar altijd vooruit blijft kijken, is Fleming. Ik heb hem de laatste paar keer ontmoet op de Altme World Syllable NL. En hij heeft ook een eigen Altme World opgezet. Deze jongeman kennen we waarschijnlijk allemaal van de Altme World. Dat is Bas de Lange. Silicon a great success. Nou, daar kunnen we wel van spreken, want het is in ieder geval berengezellig geweest. Silicon every year. Nou, daar ben ik ook al voorstander van. Zeker met een hele grote opkomst. En dit zou dan de sluitpagina gaan worden en dan ga ik gewoon inverwerken wat er dan een volgende keer eventueel in het magazine komen gaat. Wat ik er eigenlijk van hoop is dat alle de ontwikkelaars en mensen die bezig zijn met syllable materiaal gaan opsturen. Dat ga ik dan verwerken in een opmaak zoals deze. En ik hoop eigenlijk dat daardoor syllable weer wat bekendheid krijgt. Ik heb het idee dat, dat dit een goed medium daarvoor is. PDF. En daar wou ik het even bij laten, want ik heb toch wel het idee dat ik het meeste gezicht heb zo. Oké, Ruud Kuijn, bedankt dat je ons te woord was staan.